KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Welkom beste kijkers bij een wedstrijd uit de zesde ronde van de E-divisie. We spelen vandaag deze kraker tussen PEC Zwolle en Ajax. Dit is het team van Stefan Vellinga. Geen kleurtjes, dat is jammer. Ik had wel wat kleurtjes graag willen zien. En in het team van de Amsterdammer, onze strijder Dani Hagebeuk. Met toch wat duurdere spelers. Ja, in vorm 94 Suarez, Desailly, Lothar Matthäus. Die ongetwijfeld in-game worden omgedraaid. Ja, Bas, het is een wedstrijd voor jou met veel... met volle lading. Er staat veel op het spel. Nou, ik zie dat Stefan mijn shirt heeft meegenomen, want die is iets te groot voor Stefan. Ik weet niet wie de styling doet bij PEC Zwolle, maar dat mag wel iets beter. Nee, Ajax tegen PEC, of PEC tegen Ajax, net hoe je het doen wil. Ajax 13 punten uit 5 duels. Die heeft 1 keer gelijk gespeeld en dat was vorige week tegen FC Twente. Zwolle, nummer 17 met 2 punten. Een doelpunt zouden van min 11, die wel een punt heeft gepakt vorige week tegen FC Utrecht. Dat was een knap gelijkspel. Verloren dus van NAC, wat aardig viral ging, om het maar even zo te zeggen. Maar wel een punt gepakt tegen zowel Utrecht als tegen ADO. Dat is dan toch misschien een lichtpuntje voor hem. Maar hier komt hij al bijna op achterstand. Oei. Ja, er wordt toch tegenhouden, denk ik, voor Stefan. Want de druk van Dani, die gaat natuurlijk toenemen. Ja, ik gun Stefan heel veel, maar Dani verkeert weer in zijn ouderwetse bloedvorm. Ja, dan weet je dat je gewoon vrijwel geen kans hebt. Met alle respect voor Stefan natuurlijk. Het is ook moeilijk voor Stefan, want... Stefans kwaliteit ligt een beetje bij het praten en bij het lullen. Maar ik heb vernomen van Stefan dat vanuit hogere functies binnen PEC is aangegeven dat hij dat niet meer moet doen. Ja? Ja, is dat echt zo? Ja, en dan denk ik van, je zet hem daar neer om wie vanwege, hij is. Vanwege zijn karakteristieke eigenschappen. En dan laat je hem daarin afremmen. Dan denk ik van waarom doe je dat dan? Ja, maar ik kwam ook naar Stefan toe. Ik zei, Stefan, je speelt je eigen spel niet. Ik zeg jou eerlijk. Hier dus Valencia. Zo. Suarez. Ja, en dan een beetje een opvallende bal steeds. Dat is het ding met Stefan. Dat ik vaak heel erg twijfel bij de keuzes die hij maakt in zijn spel. Stefan is wel van de voorzetjes, heb ik vernomen. Ja, en dat doet hij ook goed. Maar goed, 2 punten uit 5 duels. Dat is niet waar Stefan op gehoopt had misschien. Ik weet niet waar hij dan wel op gehoopt had. Maar het zal waarschijnlijk niet op 15 punten zijn. Dat is natuurlijk niet haalbaar voor Stefan. Maar misschien had hij wel een paar puntjes meer willen zien. Maar goed. Ik kan wel meer willen. Maar goed. Het helpt niet altijd. En nu speel je tegen Ajax. En dan wordt het toch denk ik meer inderdaad tegenhouden dan zelf aanvallen. Maar nou, je weet het niet. We zouden dat van tevoren ook niet hebben gezegd. Enige tijd geleden tussen de wedstrijd van speelronde 4 Ajax-NAC. Die wij ook verslagen hadden. Ja. Commentaar hadden voorzien. Ja. En toen kwam NAC 2 keer op voorsprong. Dus je weet het niet. In ieder geval probeert Ajax het nu met een voorzetje. Moet je de tactiek van Stefan even over te nemen? Ja. Nou, ik ben benieuwd of we een voorzetje gaan zien. Wel een goede steekbal op Lozano. Een hele lekkere bal op Lozano, inderdaad. En dan moet Frankie Rijkaard eroverheen. En dan komt die voorzet weer. En dan... Daar is hij dus. Wat is dit dan? Dat voorzetje. We hebben het over voorzet en dan komt die Lozano. Wat normaal gesproken een invaller is bij heel veel mensen. Die heeft hij in de basis staan. Heel slecht opgesteld. Ja, Garrett Bill, die natuurlijk wel vrij lang en sterk is. Maar dan zie je maar dat die voorzetjes te weinig gebruikt worden in die divisie. Vergeet die voorzetjes niet, mensen. Vergeet die voorzetjes niet. Ja, dat is toch een onverwachte voorsprong voor PEC Zwolle, voor Stefan Vellinga. En hier wordt hij even gelijk op 1-1 gezet. Ja, dan zie je de kwaliteit van Dani. Dan denk je even leuk, voorzetje, tip in de leeuw. En dan valt zo de 1-1 binnen. Ja, goed doelpunt. Ja, wat moeten we zeggen? Goed gecombineerd. Ja, goed gecombineerd. Bill, dan komt hij uit bij Ronaldo en dan weet je gewoon dat het een doelpunt wordt. Zelfs de Gea kan daar niets aan doen. Nee, ik wil heel graag zeggen dat het natuurlijk een beetje erbij hoort vanaf de aftrap. Maar goed. Het is gewoon goed uitgespeeld. Het is gewoon goed uitgespeeld inderdaad. En misschien wel slecht verdedigd van Stefan. Ja, je moet vaak gewoon iemand neerhalen. Gewoon even iemand neertrappen, gele kaart accepteren. Omdat je weet dat er gewoon makkelijker doorheen gecombineerd kan worden wanneer er net een doelpunt is gescoord aan de andere kant. Net wel een goal die van Koffer Steven was een aardig snelle counter. Lozano, en je ziet dat ook dat het strijdplan moet gaan worden, denk ik. Want hij staat aardig onder druk. Dani die wil vol gas natuurlijk blijven gaan. En hier wordt hij onderschept. Heel slordig balverlies. En er zit Boateng ertussen. Lekker aanvallend uitverdedigd. En ja, dan lange bal, dat is toch niet nodig. Veel te gehaast, veel te slordig. En dan moet je niet tegen de spelers doen als Dani. Want ja, die pakken gewoon de bal meteen af en die zet hij onder druk. Ja. Want wil je dan onder die druk uitkomen, dan zou ik toch iets langer die bal vasthouden. Nee, precies. Ja, maar de aanval van Dani zijn er gewoon heel veel mensen mee naar voren. Dus als je dan die bal terugverovert, doe lekker rustig aan. En, goede actie zeg. Hier is Boateng. Die kan nu misschien iets langer in de ploeg houden. Niet te lang, want dan raak je hem ook kwijt. Zwalbe, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Tenminste, een Zwalbe is heel erg makkelijk. 16 gaat, goede actie zeg. En dan zit Boateng, Valencia. Valencia was dat. Hier dan misschien een countermogelijkheid.
Een Berberspin zou je verwachten. Nee, bier diep geven op Lozano. Alexandro iets sneller dan Rijkaard. En dan, de wild voorzitter, dat was iets te enthousiast. Ja, kan je misschien even iets beter wachten tot je er beter voor staat. Maar goed. Ja, ik was niet bang dat die bal afgepakt Steven is de voorzetkoning, dus ik ga er niet op in. Hij zou het wel weten. Nou goed, 1-1 na een half uur. Niet slecht voor Stefan. En Dani had natuurlijk al liever gezien dat hij voor stond. Maar ik denk ook niet dat Dani heel erg stresst. Natuurlijk twee kansen nu tegengekregen. 1 doelpunt, maar voornamelijk de druk van Ajax. Wat eigenlijk ook logisch is. Die Pogba die probeert op te bouwen via de zijkanten. Alaba. Twee mensen die diep lopen, zowel Ronaldo als Bill. Ronaldo komt in de 16, Bill afleggen. En dan houdt de keeper hem tegen hele de Gea. Hele grote kans voor Stefan. Toch een aardig uitgespeelde aanval inderdaad. Maar goed tegengehouden door de Gea. Nu een, ik weet niet wat dit is, maar... Waarom... Oké, dit verbaast mij een beetje. Waarom dit niet schiet met Pogba zelf? Weer een schot op doel, in ieder geval. Ja, Ajax houdt ook even de rust nu erin. De game met rug nummer 4, dat is iets waar ik totaal niet tegen kan. Maar goed, het zij zo. Pogba met nummer 1. Walker hier, die kan opbouwen. Wordt onderschept. Of ja, schiet hem eigenlijk gewoon tegen de speler van PEC aan. Hier dan weer Ajax in de aanval. Ronaldo, Suarez, kan een keer gaan schieten. Heel flikkie. Het wordt alleen maar drukker zo in de 16. Probeer ook de ruimte buiten de 16 te zoeken, Pogba. Dan moet ik toch zeggen dat Steven het heel lang volhoudt, hoor. Ja. En had zelfs nog een paar keer meer kunnen scoren. Maar ja, dat had Dani natuurlijk ook kunnen doen. Balbezit, 39% voor PEC. Ja, 61% voor Ajax. Heel verrassend zijn. Door pannenkoek, jongen. Pannenkoek. Alaba, pannenkoek. Lekker mijn pannenkoekjes. Ja, het heeft ook met Stefan misschien wel zelf te maken dat hij iets te gehaast wil. Iets te snel eruit wil, waardoor hij balverlies leidt. Kijk, dit is wat beter, houdt hij hem in de ploeg. Kan hij via de zijkantjes doorkomen. Ja, nu terug op Lozano, inderdaad. Dit is wel goed gespeeld, hoor. Nou, gaat hij weer voorslingeren, je kent het recept. Oh, niet. Oh. Actie naar binnen, dat had zelfs Dani niet verwacht. En dan Suarez met het schot. Had nog zoveel ruimte, joh. Ik denk achteraf, als je deze bot verliest, dat hij toch die kantjes in zijn hoofd blijft hangen, hoor. Ja, nou zeker. Maar goed, wat je net zag, die bal op, wat was het, Suarez. Je kan gewoon nog 2 meters doorlopen. Ja. 2 virtuele meters. Maar uiteraard. Ook dat je dan met Pogba kan schieten en dan nog weer breed wil leggen op Ronaldo. Wat dan uiteindelijk niet... Ja, misschien te zenuwachtig. Inderdaad, niet optimistisch. Hij heeft meer schoten op goal dan Ajax. En alsnog... Stefan probeert een beetje contact te zoeken met Dani. Maar Dani zit natuurlijk volle focus naar zijn eigen scherm te kijken. Ja. Toch Stefan ook rustiger dan dat hij eigenlijk is. Je ziet ook dat hij heel erg moet aanpassen aan de setting. Hij heeft ook tegen mij gezegd dat hij de setting van vorig seizoen fijner vond. Dat iemand dat achter dan hem beter zat. Lag, ja. Ja. Omdat heel veel andere spelers daar niet zo goed tegen kwamen. Ja, en wat hij ook zei, van wanneer dat gebeurt, dan ligt de focus minder op jezelf. Dan ligt het op 3 personen in plaats van op 2 personen. Nou, dat scheelt natuurlijk een stukje. En voor hem is dat fijner. Dat hij minder onder druk staat voor zijn gevoel. Het is natuurlijk een persoonlijk iets wat jij net ook al zegt. Sommige spelers die vonden het verschrikkelijk. Nou, hier dan. En, hij is een van de weinigen die het... fijner vond juist. Ja. Ja, ik denk Frank misschien ook wel. Nou, ik vind het dan als commentator zijnde vind ik dit ook gewoon heel veel fijner, hoor. Ja, sowieso omdat je met z'n tweeën bent en omdat je niet in iemands nek zit te hijgen. Oh, nou, iemand heeft vrienden gemaakt, Stefan. Matze, die heeft hem even toegevoegd als vriend. Dat is lekker natuurlijk. Pogba probeert nu toch al iets beter op te bouwen bij Zwolle. Niet te gehaast. En dan kom je er gewoon door. En dan kan je hem gewoon voor gaan geven. Dat doet hij dan niet. Legt hij hem terug, Valencia. Oh, dat was slordig allemaal. Stefan die kijkt even naar de zijkant, die lacht. Die zou toch ook wel lachen als een boel met kiespijn, want die had zelf denk ik niet verwacht dat hij veel kansen zou creëren tegen Dani. Dat heeft hij wel gedaan. Ja, en zoals jij ook al zegt, hij zal waarschijnlijk na het einde van deze wedstrijd, ongeacht het resultaat, niet kunnen zeggen dat er meer in zat. Ja. Ook al wint hij, had hij alsnog ruimer kunnen winnen. Ja. Maar goed, daar zie je dadelijk misschien wel het verschil in, dat Dani minder kansen nodig heeft om het doelpunt te maken. Ja, dat is... Dat onderscheidt natuurlijk wel... De echte pro's. Ja, ja, eigenlijk ja, Stefan is ook een prof als je het zo bekijkt. Ja, natuurlijk. Nou, hij is een prof omdat hij e-sporter is voor een club. Ja, precies. Alleen ja, dat is wel het verschil, denk ik. Want toch zie je gewoon dat voetballend het helemaal niet onaardig bij PEC gaat. Maar ja, die kansen, dat is het ding. En dadelijk komt er waarschijnlijk gewoon een kans voor Ajax. En die legt hij dan wel binnen. En dan is het kan je combineren wat je wil en kansen creëren. Maar daar heb je er heel weinig aan, kan ik je vertellen. Hier is dan Bill... Oeh, tackle. Goeie tackle. Dan gaat Boateng hem op het lopen. Ik zou hem toch gewoon pasen. Oh, aardige bal met Boateng. Met zijn linker. Valt er in de middenruimte. Dat zit daar niet goed tussen, denk je. En dan is het zwaar. En Stefan wordt helemaal gek.
Hij wordt helemaal gek. Ja, maar nogmaals, je kan aannemen en schieten. Het hoeft niet in één keer. Ja. Cornertje, voorzet natuurlijk. Nee, de Gea ballenbak heeft hem gewoon. Ja, die Stefan die zal het toch in zijn hoofd af laten spelen nog een paar keer die kansen. Ja, die wordt vannacht zwetend wakker en die ziet alle kansen in zijn nachtmerries nog een keer naar boven komen. Want dat is nog zuurder. Kijk, als je kansloos verliest van Ajax, dan heb je nog een soort van vrede mee. Maar als je weet dat je nog kansen had kunnen benutten, dan is het toch wel zuur. Want jij zegt kansloos in het verlies van Ajax. Vervolgens moet Ajax natuurlijk nog wel de winnende maken. Want ja, nee, Dani heeft ook niet heel veel kansen gehad. Maar zoals jij zegt, Dani heeft gewoon minder kansen nodig om uiteindelijk een doelpunt te scoren. Dus ik ben benieuwd waar dit op afloopt. Een tijdje balbezit nu al rond de 16 van Peck. Wordt helemaal dichtgegooid achterin. Je ziet dat Dani wel nog goed combineert buiten de 16. Maar zodra het in de 16 komt, dat heel Peck Zwolle eigenlijk voor gaat liggen. Lozano dan. Die vraagt om een 1-2'tje. Die loopt dan vervolgens naar binnen. Pogba. Oeh, daar zit bijna Leute Matthäus tussen. Nog steeds de bal voor Peck. Oh, bij het spelvalletje pakt verkeerd uit. Alaba. Ja. Dat is toch slordig. Er zit meer in, zeg maar. Het zijn mogelijkheden, maar het worden geen kansen. Precies. Dat heb je heel mooi verwoord. Ja, ik stoot inmiddels even mijn hoofd hier. Dat maakt allemaal niks uit. Ja, waarom doen we dit ook in een kledingkast? Die inspreken? Heel apart vind ik dit. Ja, dat is wat voor die demping van het geluid. Ah, oké. Ja, geel kaartje voor Alaba. Die tackelde net na zijn gemiste kans nog Desailly omver. Ik vond het al gek dat je zijn string op je hoofd had net. Maar goed. Nee, dat is gewoon hier dat kastje. Oh, ja. Stefan, die kijkt even op het andere scherm. Oh, Pogba was het die hij neerhaalde. Dan gaat... Ja, Ajax moet nu ook iets gaan veranderen. Ajax, die zet hem even op pauze. Stefan, die vindt het allemaal wel prima. Maar Ajax probeert even in de focus te komen. Dat zie je Dani wel vaker doen. Dan staat hij op start en dan laat hij hem even aflopen. Kijk, hij gaat even weer dit doen. Dit is een standaard ding. En dan zit hij nu klaar voor. We hebben nog 20 minuten te spelen in game. Dan ben ik benieuwd hoe de wedstrijd zich gaat ontwikkelen. Toch misschien een goed idee van Dani om even die rust te pakken. Om even alles op een rijtje te zetten. En nu volle bak te gaan met Bill. Oeh, dit is heel slordig teruggespeeld. En dat kan zomaar afgestraft worden. Zo. Ja, dit wordt afgestraft. Ja. Oh. Zo, daar ontsnapt Stefan ook flink, ja, hoor. Ja, daar ziet Stefan ook dat je zulke foutjes gewoon niet moet maken tegen zulke spelers. Dat kan gewoon dodelijk zijn. Nee, en wij elke keer maar vertellen dat Dani heel goed met zijn kansen omgaat. Nou, maar ja, deze had er ook wel gewoon ingekund. Misschien op de paal, ja. Had er ook gewoon ingekund. Dat is gewoon pech. Het is ook pech dat er niemand bij staat voor de rebound. Stefan die denkt nu ook van, ik ga alles maar even neerhalen wat hij hier tegenkomt. Pac-Man 038. Hij heeft 2 kaartjes in het team. Gaat hij daar spelers van weghalen of laat hij het zo staan? Ik denk dat hij Bill gaat wisselen. Alessandrini. Ryan Thomas op de bank. Ja, goed. Ik had net ook een paar. Stefan die wil ook even mededelen dat hij ook een paar kansen had. En dat heeft hij ook gehad. Allebei dus veel kansen gemist. Hier dan Bill, die gaat naar zijn linker natuurlijk en dat is een penalty. Ja, dit is, dit is wel zuur. Dit is zuur, want het is eigenlijk geen penalty. Maar ja, Dani zal er niet minder blij om komt zijn. Komt dan door de dragback, waardoor hij zeg maar, tegen Pogba aanliep, dat het... Geen idee, Matthäus is wel de penalty man bij dan zal Dani hij wel weer een stukje links. Naar links of naar rechts gaan. Ja, ja. Ja, Stefan las het. Misschien in de rebound, dat is nog zuurder. Ja, oh, ja dat is wel mega zuur dit. Ja. Ja, kijk, weet je wat het is? Die penalty houden is natuurlijk top. Maar goed, wat daarna gebeurt is ook niet... Ja. Het is niet gek wat er gebeurt, zeg maar. Nee, Matthäus die staat er dichtstbij, kan hem vangen. Dani had goed de rust. Spelers lopen in op de man met de bal. Paast hem af en Mane, de supersub, die schiet hem erin. Ja, het is zonde voor Stefan. Hij vriend zeker meer dan een 1-2 nederlaag. Wel een bevrijdende treffer van Dani, denk ik. Dat zijn dan van die dingetjes die je nodig hebt in zo'n wedstrijd... om toch nog los te komen. Ja, Stefan, ik denk ook dat Stefan er niet meer bij is met zijn kopje naar dit doelpunt. Stefan kennende. Nee. Die zit nog steeds in de rage-modus. Kijk, die kijkt nu gewoon buiten de setting om. Ja, ik ben benieuwd wat hij nog uit de hoge hoed kan toveren. Maar ik ben er bang voor. Ja,
dat is wel een doelpunt die je toch al een beetje aan zag komen. Ondanks vele kansen van Stefan, maar net al op de paal. Dan is het toch... Het is op dit moment van de wedstrijd dat Ajax de meeste kansen heeft. Het is nogmaals heel zuur. Ik bedoel, Dani moet misschien iets gaan doen aan zijn penalty-tactieken. Want het, zoals ik ook al zei, het was te voorspelbaar. Want zoals wij ook al eerder de vorige keer zeiden, wij doen natuurlijk veel potjes van Ajax. Omdat Koen Weiland zelf ook e-sporter is van Ajax. En hij zelf vindt dat hij objectief is. En dat vinden wij eigenlijk ook wel. Maar het is altijd ongemakkelijk, zeg maar, om dat toch te ervaren. Ja. En daarom is besloten dat wij, omdat wij natuurlijk de andere commentatoren zijn, potten van Ajax doen. En zo weten wij dus ook eigenlijk hoe Dani zijn penalties neemt. Ja, en als je dan inderdaad ziet aan de powerbar dat hij niet helemaal gevuld wordt. Sterker nog, dat hij maar één balkje is. Dan weet maar je ook, wat gaat komen. Maar ook vrijwel altijd links. Ja. En goed, het is dan ongunstig voor Steven dat hij rebound voor Matheus valt. Maar nogmaals, dat gebeurt in het echt ook regelmatig. Hij zal vannacht wel zweetend wakker worden met de kansen die hij heeft gehad nog. Ja, en Dani deed dat gewoon echt heel keurig. Met die, maar dat is ook gewoon een puntje voor Stefan zelf om aan te werken, zeg maar. Hij weet nu dat hij kansen kan creëren, ook tegen Dani, maar je moet ze dan wel afmaken. Ja, het is het verschil van spelers. Stefan heeft ook gewoon goede spelers in het team staan. En uiteindelijk zou de top 5 balen van dit resultaat. Want op dit moment zijn alle wedstrijden al gespeeld. Dit is de laatste wedstrijd van speelronde 6. Die is uitgezonden, maar verder gaan we niks vertellen over de uitslagen, over de punten. Maar de stand na ronde 5, dus voor deze speelronde, was als volgt. PSV stond op plek 1, AZ en Ajax gedeeld op de tweede plek. Feyenoord en Heracles allebei gedeeld op de vierde plek. En ja, de directe tegenstanders van Dani, die zullen dus niet blij zijn met deze misschien iets te geflatteerde overwinning van Ajax. Goed, Dani pakt de punten. 3 punten. Hij zal niet tevreden zijn over het spel. Misschien Stefan ontevreden over zijn kansen, maar dan moet hij aan gaan werken. Ja, ik heb wel eens vrolijke voor de camera gehad. Stefan, de Pac-Man van Pac Zwolle natuurlijk. Speelde een hele frustrerende pot tegen Ajax. Wat vond jij het meest kloten? Want er zijn wel een paar dingen te noemen. Ja, weet je, het meest kloten, zoals je het zo mooi zegt. Dat is, als je gewoon een goede pot speelt en niet veel onder doet voor je tegenstander. Dat je dan niet een keer beloond wordt. En een puntje, goed, daar was ik mee akkoord gegaan. Beide kanten kansen gehad. Hij een balletje nog op de paal, ik nog een paar kansen gehad. Nou prima, puntje is goed. En dan krijgen we zo'n vervelende penalty tegen, waar je niet op rondje drukt of wat dan ook. En dan stop je die panel goed. Nou, en dan komt hij aan de zijkant, kapt hij even af en dan ligt hij er alsnog in. En dan word je even helemaal lijp. Ja, goed, ja. Dan gaat het wel de hele wedstrijd, van dan valt hij iets te halen. Ja, tuurlijk. En ik heb ook kans gehad voor de voorsprong nog. Dus en je voelt je dan goed, je zit er lekker in. Ja, die beloning blijft dan weer uit. Jammer. Vervelend, hè? Ja, vandaag is Lucky Ajax en hopelijk volgende week Lucky Pack. Dan iets anders. Ik zit bij die wedstrijd te kijken. Ali heeft ook een aantal heren bij voor begeleiding. Om de minuut hoor je dan Dani rustig, Dani zuiver, Dani speel je eigen spel. Is dat afleidend voor jou? Ja, echt vervelend. Je hoort het elke 2 minuten hoor je focus Dani, rustig Dani, eigen spel spelen Dani. De 80 minuten komt hij voor en is 10 minuten ballenploeg houden. En dan hoor je als iets naar voren gaat, dan is het van hoeft niet Dani, hoeft niet Dani. Dus ja, maar goed. Wat denk jij elke keer als je dat hoort? Ik zou wel bij een topclub horen. Ik zou het zelf niet willen. Je kunt best begeleiding hebben, maar doe dat dan voor en na de wedstrijden. Maar goed, ja, misschien hoort er ook wel bij. Denk je dat helpt überhaupt? Nou, ik denk dat Dani er zelf ook niet zo blij van wordt. Die weet zelf wat hij fouten goed doet. En als hij niet lekker in zit, dan weet hij ook wel dat hij beter moet focussen, denk ik. Maar goed. Enfin, volgende week wat jou betreft Lucky Pack. Wil je gewoon normaal winnen? Ik moet tegen Heracles, dus moeilijke tegenstander. Weer een top 100 spelen. Dus we moeten weer knallen. En hopelijk valt het nu mijn kant op. Het is wel Heracles noemen, anders slaat hij jou. Ja, nou ja. Kan wel hebben. Nee. Geen veldje aan de lucht voor Ajax. Oftewel Dani Hagenbeuk, die natuurlijk makkelijk won van Pek. Zo ging het toch, Dani? Niet? Nee, zeker niet. Iets anders. Eerste 20 minuten, hetzelfde verhaal als tegen Emre eigenlijk van Twente. Eerste 20 minuten domineer ik. Heb je het gevoel van, oké, dit wordt echt weer zo'n pot. Dat ik een paar goals ga maken, dat het best simpel gaat. Maar ja, komt hij onverwachts op een... Op een 1-0 voorsprong met een goede voorzet. En vervolgens weet ik de 1-1 te maken nog. En dan schiet je nog een bal op de paal. Echt, die bal die er altijd in gaat. Dus dan is het wel even moeilijk om even te resetten. Vooral als je tegen een iets mindere speler, om het zo maar te zeggen, speelt. Alle respect voor Steven natuurlijk. Hij vond dat jullie gelijk opgingen. Ja. Aan de ene kant, hij heeft ook zijn kansen gecreëerd. Maar je merkte wel dat hij niet wist hoe hij met zijn kansen om moet gaan, laat ik het zo zeggen. En... Ja, op zich speelde die goed. Maar ik vind wel dat als je uiteindelijk naar de hele wedstrijd kijkt, dat ik wel verdiend heb gewonnen. Die penalty, die houdt hij. Dan denk je, nou, laat me nog een keer proberen. En dan hoppa, 2-1.
Normaal schiet ik eigenlijk in paniek die bal gewoon in één keer in een rebound. Maar ik zag nog dat er Ronaldo boven me stond en daarna beneden onder. Dus uiteindelijk gelukkig nog goed uitgespeeld de rebound. En 3 punten het belangrijkste, maakt niet uit hoe. Ook al win ik al mijn wedstrijden zo, is prima. Ja, dat is zeker wel. 3 punten het belangrijkste. Even voor de wedstrijd zelf nog. Ik had er ook even met Stefan over. Jij hebt altijd je begeleiding ook bij wedstrijden. Daar onder 2 minuten hoor je dan Dani rustig, Dani eigen spel spelen. Dat soort loze kreten. Kun jij daar iets mee? Zeker, dat is om eventjes. Soms heb ik zelf niet door dat ik niet het spel speel wat we afgesproken hebben. We hebben iets afgesproken hoe ik ga spelen en dat werkt heel goed. Daar heb ik ook 4-1 van Megabit van gewonnen online met de Weekend League. En soms zien ze dat ik dat gewoon even niet meer doe, dat ik het even kwijt ben en dan roepen ze dat. En, zodat ik weer ga denken van oké, eventjes rustig blijven en weer je eigen spel spelen. En dan dus Dani rustig is genoeg om even jou te resetten, zeg maar. Ja, precies. Ja, ik speel nu een beetje een andere speelstijl als dat ik eerst deed. Ik moet je op FIFA 18 heel erg aanpassen en dat ben ik nu aan het doen. En dan ben ik nog niet helemaal aan de speelstijl gewend nu. Ik doe het nog niet zo heel lang, maar dan moeten ze soms eventjes helpen herinneren. En binnenkort zal het vanzelf gaan. Stefan vond het heel vervelend, zei hij. Ja, vond hij het vervelend, ja? Heel vervelend zelfs. Ik schoot 1 keer in de lach, ik weet niet meer wat hij zei. Maar ik was tegen hem aan het spelen in de 70ste minuut of zo. Toen ging hij in 1 keer pannenkoek of zo. Toen schoot ik ook in de lach, terwijl ik eigenlijk heel gefocust was. Maar ja, dat gebeurt altijd, dat soort dingen. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports, partners van de E-divisie.